En dan terug naar de activiteiten gisteren, want Saramaka heeft nu ook een eigen Baba en Mai monument. Door een samenwerking tussen de Stichting Herdenking Hindoestaanse Immigratie en de districtscommissaris van Saramaka vond gisteren de onthulling plaats te Groningen. Het verslag is van Sifra Goudland. De festiviteiten ter herdenking van 150 jaar Hindoestaanse immigratie wordt niet alleen in Paramaribo gevierd. Wij staan nu in Saramaka, te Groningen, waarbij de onthulling het Baba en Mai monument is gedaan. En dat is gedaan meer om hun voorouders te eren. Wij brengen u enkele fragmenten van de verschillende speeches die vandaag zijn geweest voor de onthulling van het monument van Baba en Mai. Wat maakt vandaag de onthulling van het standbeeld van Baba en Mai op Groningen Saramaka zo bijzonder? Ten eerste, omdat hier op het plein reeds geplaatst zijn een monument ter ere van onze inheemse voorouders. Een monument ter nagedachtenis van de afschaffing van de slavernij. Een monument ter ere van onze boerenvoorouders en een monument ter nagedachtenis van onze Javaanse immigranten. Vandaag wordt het plein te Groningen verrijkt met de onthulling van Baba en Mai ter nagedachtenis van onze Hindoestaanse voorouders. En ten tweede, omdat deze onthulling hier op Groningen samenvalt met de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie in ons land. Aldus de burgermoeder van Saramaka, Varsha Bansi Durga, die samen met hoogwaardigheidsbekleders meteen na de onthulling kransen legde bij het monument. Volgens Ramon Jawala Persat, voorzitter Stichting Herdenking Hindoestaanse Immigratie, kan er nu gesproken worden over Bromchi Dari. Minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die president Santokki vertegenwoordigde, gaf aan dat wij met elkaar in discussie moeten gaan. Wat we hier zien is inderdaad Bromchi Dari. Dit moeten we hebben, dit moeten we koesteren. We moeten niet denken aan ad hoc toestanden, nee. Dit moeten we hebben bij Chris. We zijn u dankbaar. We zijn u dankbaar voor dit moment. U hebt ons beloofd dat u ook met de gasten van Trinidad, Miami en Guyana en ik zie ze. En Oosiking. Ja toch? Nee, het is inderdaad, dit moet je hebben. Een bekende gedichte zei ooit, ik wil niet wonen in een land waar alleen maar Hindoestanen wonen. Niet in een land van alleen maar Kriolen en zo kunnen doorgaan. Dat is een bekende gedicht. Moet je daar aansturing aan geven? Of moet je het zo laten? Of moet je het alleen maar houden op een stukje bewustwording welke zin ze meegeeft? Vanwege of er in de diverse kanalen die bestaan. Mensen, de komende tijden, het gaat niet makkelijk zijn, kan ik u alvast meegeven. Als kleine jongen heb ik meegemaakt toen wij aan landbouw deden. Je kunt gewoon erop rekenen en je kon toen gewoon plannen van wanneer je rijst moest zaaien om zaaizaad te maken. Met het Baba en Mai monument te Groningen, Saramaka, zijn er nu in totaal 5, met name in Paramaribo, Nikeri, Komowene en in Calcutta, India, de plek van waaruit de contractarbeiders werden ingescheept.